En op dat moment riep die jongens, dit is hem. En toen kwamen er zo'n 15 à 16 jongens uit de bosjes die hem vervolgens in elkaar hebben geslagen. Nee, ik ben alleen. Nee, dit moet je nooit met z'n tweeën doen. Het is gedoemd te mislukken. Voilà, viva Spanje! Welkom bij TV Rijnmond Nieuws van maandag 2 april, tweede paasdag. En voor iedereen reden, althans voor veel mensen, om vandaag naar het tuincentrum te gaan of de meubelboulevard. Straks een reportage over de drukte daar. Nu eerst het nieuws van dit moment. Twee homo's zijn dit weekend in Dordrecht in de val gelokt en in elkaar geslagen. Een van de slachtoffers had afgesproken via een homo-dating-app Grindr. Uiteindelijk spraken ze af hier achter mij op dit parkeerterrein. Toen de dader vroeg om mee te gaan naar huis, liepen ze via de bosjes hier achter mij. Toen zei de jongen waar hij mee had afgesproken, kom we lopen een stukje verder, want ik woon hier vlakbij. En op dat moment riep die jongens, dit is hem. En toen kwamen er zo'n 15 à 16 jongens uit de bosjes die hem vervolgens in elkaar hebben geslagen. Het slachtoffer dacht dus een date te hebben, maar werd uiteindelijk volledig in elkaar geslagen. Lennart is een goede bekende van het slachtoffer, die niet zelf in beeld durft, maar via Lennart wel laat weten wat er precies is gebeurd. En dat mensen bewust me hebben uitgelokt om daar naar die plek te komen om hem in elkaar te slaan. Ja, dat is natuurlijk, nogmaals, het is echt bizar, daar schrik je van. Via de dating-app Grindr was de jongen gevraagd te komen. Een dag later gebeurde ongeveer hetzelfde incident aan de Schenkeldijk in Dordrecht. Het tweede slachtoffer kon wel net op tijd wegkomen. Een buurvrouw hier uit de omgeving heeft me laten weten, die niet voor de camera wil, dat er een hoop herrie was. Auto's scheurden weg. De politie wil niet voor de camera reageren, maar laat weten druk bezig te zijn met de zaak. Burgemeester van Dordrecht heeft een tweet uitgestuurd waarin hij zich grote zorgen maakt over de homo-dating-app en dat hij er alles aan gaat doen door de politie om deze laffe daders, zo zegt hij zelf, op te sporen. Het is tweede paasdag en het miezert. Waar ga je dan als verstandig en welopgevoed mens naartoe? Inderdaad, naar de meubelboulevard of het tuincentrum. Dag meneer, u heeft wel aardig toegeslagen. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Wat gaat u daar allemaal mee doen? Ik denk in de tuin zetten. Meneer, waarom gaat u op tweede paasdag naar een tuincentrum? U moet mijn vrouw gaan vragen. Oh, heeft die het besloten? Ja, die heeft het besloten, ja. Oh, maar u lacht nog wel een beetje, dus u vindt het zelf ook leuk? Ja, nee, ik vind het leuk om een nieuwe planten voor de tuin te gaan uitzoeken. En het is ook een dag uit met de kids. U durft natuurlijk ook niks anders te zeggen, want ze staat ernaast. Ja, nee, precies. Nestje nodig. We hebben 2 agaporels gekocht en daar hebben we nieuwe nestjes voor nodig. 2 wat? Agaporelsen. Ik geloof dat de hond een beetje stress heeft. Het is een beetje druk. Heeft u ze wel onder controle, want deze levensgevaarlijke killers? Ja, dat heb ik wel, zeer zeker. Zou maar een lekker zacht mandje voor ze kopen hier verderop. Ja, gaan we doen. Doe ik. Veel plezier, of moet ik zeggen sterkte? Alle twee dan mij. Wat brengt twee van zulke jonge, hippe mensen nou op tweede paasdag naar een meubelboulevard? We wisten niet zo goed wat ze moesten doen. En hier is koffie en taart €1,50. Dus we dachten, dat is een goede deal. Dan kunnen we gelijk even shoppen. Echt een gierige Hollander. Nou, een beetje wel. Hè. Ze noemen ons altijd de kaaskop ook. En heb je al wat leuks gezien of blijft het bij appeltaart? Een paar mooie banken en een paar mooie eettafels. Dus ja, we hebben genoeg gezien, ja. Mevrouw, wat bezielt een verstandig mens om op tweede paasdag naar de meubelboulevard te gaan? Nee, ben of niet goed bij je hoofd of je woont in de buurt. En welke van de twee is het bij u? Ik woon in de buurt. En bent u nu eentje of heeft u een slachtoffer meegenomen? Nee, ik ben alleen. Nee, dit moet je nooit met z'n tweeën doen. Het is gedoemd te mislukken. Ja, waarom? Nou, als ik dat zo zie, vaak die stellen met elkaar. Want de mannen worden vaak gedwongen mee te gaan. Oh, die heeft u lekker thuis gelaten? Lang geleden al. Marktkooplui op de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam stonden zaterdag stil bij de plotselinge dood van Adi Bajens. Ze was een van de vaste gezichten op de markt. De marktkoopvrouw overleed dinsdag terwijl ze in haar eigen cosmetica kraam stond. De dood van Adi was een schok voor haar collega's. De marktkoopvrouw stond al sinds jaar en dag op de markt. Tot 5 jaar geleden was dat samen met haar man Johan. Maar hij overleed in 2013 na een slopende ziekte. Daarna besloot Adi om zelf door te gaan. Marktkooplui hadden Adi's kraam aangekleed met een zwart laken en kaarsen. Ook lagen er bloemen en een condoliansregister. In de Eredivisie stond gisteren een heuse stadsderby op het programma. Maar een echte wedstrijd was het niet. Feyenoord was veel te sterk voor Excelsior. De 5-0 was dan ook een meer dan terechte uitslag. Een dag eerder ging Sparta voor de 18e keer dit seizoen onderuit. PEC Zwolle was met 2-0 te sterk.
dan geven we die tweede goal geven we weg. En ja, dan zitten er nog een aantal spelers niet goed in de wedstrijd. Die het in thuiswedstrijden wel kunnen en in uitwedstrijden hebben ze daar problemen mee. Zonder namen te noemen. Heeft u daar een verklaring voor wat het verschil is tussen uit- en thuiswedstrijden? Ja, dat heb ik wel het gevoel bij, maar het lijkt me nou niet verstandig om dat met namen en een toenaam te gaan zeggen. Maar misschien we moeten nog wedstrijden spelen en ze hebben allemaal de intentie om goed te spelen. Maar tussen willen en kunnen, daar zit wel een groot verschil. Ik denk dat wij vandaag uitstekend starten. En eigenlijk, ik zou ze geen moment in de wedstrijd hebben laten komen. En deze wedstrijd ook verdiend winnen. Ik vind dat we voor schut zijn gezet. En dan druk ik me heel netjes uit. Want er zijn wel andere bewoordingen voor. Ja, en dat is niet goed. Je kan verliezen. Ook tegen Feyenoord. Feyenoord heeft een goede ploeg. Ik werk naar de bekerfinale, dus dat is duidelijk. Dus we wisten van tevoren dat het geen makkelijke wedstrijd zou zijn. En als je dan zoveel schut laat zetten, want zo vat ik er dan op, ja, dan heb je te maken met trots en eergevoel. En ja, dat hebben we absoluut niet laten zien. En dat vind ik eigenlijk het grootste negatieve wat we vandaag hebben laten zien. Een 81-jarige fietser is zaterdagavond overleden nadat hij was geschept door een auto. Hij overleed op de plaats van het ongeval op de Rotterdamse weg in Ridderkerk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De bestuurder van de auto is aangehouden en verhoord. De automobilist had niet gedronken. Vanuit de Rotterdamse Veerhaven zijn weer enkele tientallen klassieke zeilschepen vertrokken naar Engeland. Met ruim 400 studenten aan boord. Ze doen mee aan de Race of the Classics. Het is dit jaar de 30e editie. De studententeams komen opnieuw in actie voor een schone Noordzee. Ze hebben een grote big bag mee, waarin ze het plastic verzamelen dat ze verbruiken tijdens de week varen. De studenten hopen op dinsdag aan te komen in het plaatsje Ipswich. De race duurt tot en met zondag 8 april en eindigt dan in Amsterdam met de Portside Party. Help mij! Help mij! Help mij! Kom op! Breng ons aan wal! Het was een stuk minder druk bij de traditionele Brielse 1 april viering die dit jaar in het paasweekend viel. De gemeente verwachtte 20.000 bezoekers en daarom werden pendelbussen ingezet. Het weer zorgde echter voor minder toeschouwers. Ja, eerste paasdag, zondag natuurlijk. En normaal denken we tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers. We hadden verwacht dat er toch meer bezoekers zouden zijn. Maar ja, weer is een beetje spelbreken denk ik in het geheel. Maar letterlijk een spelbreken of mag het de pret niet drukken bij jullie? Nee, dat zeker niet. Als je zo in de straat kijkt en bij de diverse scènes die we ondertussen gehad hebben, dan zijn er ook een heleboel mensen die hebben dat wat mindere weer getrotseerd en zijn naar Brielen gekomen. Hola, viva España! Op 1 april 1572 werd Brielen bevrijd van de Spaanse bezetting. Jaarlijks wordt dat groots gevierd en komen veel mensen verkleed naar de stad. Wie in historische kledij komt, mag op meer plekken komen. Zoals de stoet door de binnenstad, het rammen van de poort en op het terrein bij het eindspel. En dit was Rijnmond Nieuws voor dit moment. Blijf op de hoogte via onze website rijnmond.nl of via onze app. Graag tot morgen!